Zo, de animatie is klaar. Uh, ik heb hier zelf geen licht in zitten. Jij natuurlijk wel, op basis van een van de vorige tutorials. Um, maar stel je bent helemaal klaar en je wilt hem eigenlijk gaan exporteren op een manier zodat je ermee verder kan in After Effects. Dan is er eigenlijk maar één methode die je kan gebruiken. En dat is wegrenderen naar losse plaatjes. Um, en dus geen filmpje. Hoe gaan we dat doen? Nou. In eerste instantie gaan we even kijken, Command-D in de vorige tutorial hebben we hem ingesteld op 25 frames per seconde hier in de Project Properties. Vervolgens hebben we ook nog een keer bij de Render Settings aangegeven dat die 25 ook hier 25 moet zijn bij de frame Rate Hier in het Output menu. 25 uh, frametjes, 25 frametjes, dat klopt als een bus. Altijd goed om nog eventjes te dubbelchecken. Daarnaast wil ik natuurlijk op een bepaalde grootte hem gaan exporteren. En het liefst op Full HD. En als ik hier naar film en video ga, dan vind ik hier ook HDTV 1080 25 frames per seconde. Dat is precies wat ik nodig heb. En dan vervolgens 72 pixels per inch is ideaal voor video. Dus dit staat eigenlijk helemaal prima. Wat moet er dan nog meer gaan gebeuren? Nou, we willen uiteindelijk niet alleen maar de current frame renderen. Maar we willen eigenlijk uh, ja, zo goed als alles gaan renderen wat in ieder geval beweegt. Dus aan het begin gebeurt er uh, misschien in de eerste frames niet zo heel veel. Maar hier is het natuurlijk wel in het blokje. En vervolgens eindigt de animatie wanneer het staartstuk erop zit. De spoiler. En uh, dat is bij frame 130 het geval. Dus laten we zeggen dat ik van frame 0 tot en met 140 hem wil uitrenderen. Uh, dan kan ik dat hier ook gaan aangeven. Dus current frame, die verander ik naar manual. Uh, want ik wil graag van 0 tot en met 140 gaan renderen. Dus dat is in ieder geval een belangrijke. Wanneer we hem nu zouden gaan renderen, dan rendert hij keurig netjes elk beeldje, maar gooit hem ook gelijk weer weg. Nou, dat willen we niet. We willen graag elk beeldje gaan opslaan op een zo hoog mogelijke kwaliteit. Ja? Dus output, frame size klopt, aantal bugs per seconde klopt en welke beeldjes we willen hebben klopt ook. Save. Nou, bij Save daarin gaan we ook weer van boven naar beneden afwerken. Nou, natuurlijk vinkje bij 7, want we willen hem gaan opslaan en we willen hem gaan opslaan op een bepaalde locatie. Nou, die is nu nog leeg, maar als we nu klikken op het mapje, dan kunnen we aangeven dat de Lego-auto uh, ja, geëxporteerd moet gaan worden of dat die gerenderd moet worden. Uh, car uh, render. Daar maak ik wel een apart mapje voor aan, want ja, wat is nou het geval? We krijgen straks 141 uh, losse beeldjes. Wanneer die op je brilbot opslaat, is je brilbot vol en uh, wordt het een zooitje. Uh, dus maak even een mapje aan om daarin de car export of de car render of uh, wat je ook maar weer zou willen doen. Uh, in ieder geval geen untitled uh, wilt gaan opslaan. Dus save. Dus we gaan hem opslaan op deze locatie. Ja, en wat voor formaat gaan we dan kiezen? Nou, ik had al gezegd, geen filmpje. We gaan losse beelden opslaan. Um, dus sowieso wordt het geen MP4 of geen MOV. Uh, onderin, nu we toch hier beneden zijn, zie ik TIFF en TARGA. Het mooie van beide bestanden is dat het hele zware bestanden kunnen gaan worden. Dus er wordt een hoop kwaliteit in opgeslagen. Uh, en in beide bestanden wordt ook een alfa kanaal opgeslagen. Het nou, alfa kanaal, dat is precies wat je nodig hebt wanneer je in After Effects ook nog iets wil doen met, met je Lego autootje in dit geval. Het alfa kanaal staat standaard niet aan, dus als ik hier kies voor TARGA, dat is eentje die ik heel erg graag gebruik vanwege de hoeveelheid kleur die erin kan zitten. De hoeveelheid kwaliteit eigenlijk die je meeneemt in het bestand. En daarnaast dus ook de mogelijkheid om een alfa kanaal aan te zetten. Wat ik al zei, die staat uitstandaard. Die wil ik hebben. Wat doet dat alfa kanaal nou precies? Nou, Die zorgt ervoor dat alles wat hier grit is, wat hier een omgeving omheen is, waar eigenlijk niets is, dat hij daarmee een ja, soort van masker mee rendert. Waardoor After Effects dus gelijk weet, oh, dat is transparant, daar wil je geen zwarte omgeving hebben, dat moet gaan transparant worden. En dat doe je dus door deze aan te zetten. Vergeet dat niet, hè, wanneer je dat wil. Die omgeving transparant, zet het vinkje aan, anders moet je weer opnieuw gaan renderen. Ja, en met mooie textures, mooie belichting, duurt dat wel eventjes. Dus dat is eigenlijk ingesteld, hè. die 25 frames per seconde, het aantal beeldjes. Nou, uiteindelijk een targa, een TGA bestand opgeslagen bij al die settings. Helemaal goed. Dan gaan we hem uitrenderen. Render to picture viewer. En nogmaals, ik heb hier geen belichting toegepast. Jij natuurlijk lekker wel. Dus mij gaat hij een stukje sneller. En als ik wat uitzoom, dan zien we ook het hele beeldje voorbij komen. En we zien dat hij hier alle beeldjes aan het opslaan is. En dat doet hij hartstikke mooi in dit mapje. Dus hier zien we ze allemaal vollopen. Ja, Kun je nagaan, als dit allemaal op je brood had gestaan, dan had je gek geworden. Dus geeft het wel eventjes de tijd. Wanneer die vervolgens helemaal klaar is, heb je dus een mapje met 141 bestandjes um, en kunnen we bijvoorbeeld doorgaan naar After Effects, waarin je misschien nog wat andere leuke dingen wil gaan doen, een logo voorbij laten vliegen. Nou, geef je dan even een aanzetje hoe dat dan zou kunnen gaan. Um, overigens geldt hetzelfde kan je ook doen in Premiere Pro. Um, als ik nu in een uh, nieuw bestand ga werken in After Effects, dan ga ik kiezen voor File en Import en hier gebeurt al gelijk het meest belangrijke eigenlijk. Dus ik kies voor Import File. Let op. Want wat ik hier doe is ik zoek het allereerste bestandje, dat is export 0000. En wat ik daarbij aanvink, of eigenlijk al standaard aangevinkt wordt, is dat het een targa-sequence gaat worden. Dus het heeft geen enkel nut om alles los in te gaan importeren. Uh, want dan heb je een heleboel handwerk te doen. Als we de eerste zoeken en targa-sequence staat aan, dan zal die gelijk alles gaan doornummeren en haalt die binnen als een filmpje. Maar wel een filmpje met dat alfa-kanaal. Oké, okay, open. Nu zegt hij, oké, okay, wat moet ik doen met, uh, met dat alpha kanaal? Uh, ja, gewoon straight on. We gaan hem gewoon uh, hartstikke mooi transparant maken. Uh, en dan zien we daar natuurlijk niet zo heel erg veel van. Als ik nu deze op de tijdslijn sleep, dan zien we uh, ja, dat het nog steeds hartstikke zwart is op de achtergrond. Maar ja, de achtergrondkleur van After Effects is ook zwart. Dus vandaar dat je er nu nog niet zo heel veel van ziet. Uh, maar om toch even te laten zien, dat ik echt wel gelijk heb. Uh, laten we even gaan naar Layer, New. ...en dan bijvoorbeeld een solid color of een gradient of een omgeving... ...of ja, wat je ook maar zou willen gaan plaatsen. Um, en ik kies voor een mooie blauwe toon. Deze. Oké. Okay. Oké. Okay. En die sleep ik, ja, niet boven, maar ik sleep hem eronder. Uh, dan zie je dus dat de achtergrond transparant is... ...en dat daarnaast ook dus heel jouw animatie prima werkt. Um, dus ja, op die manier zorg ervoor dat die kwaliteit heel hoog blijft. Ik had natuurlijk ook kunnen kiezen voor een PNG'tje... ...maar ja, daar wordt het echt iets mooier van... PNG is best wel gecomprimeerd en zo'n targa bestand daarin zit echt de hoge kwaliteit, waardoor je dus in After Effects, Premiere Pro, nog hele toffe dingen kan doen. Denk aan bijvoorbeeld logootjes laten ronddraaien, geluidjes en muziekjes die nog een keertje extra lading geven aan je filmpje, om het uiteindelijk helemaal af te maken. En dan pas ga je hem exporteren als een mp4 voor op je YouTube, op je socials of waar je het ook maar wilt gaan plaatsen. Dit was hem dan de hele reeks over het maken van een Lego autootje. Vanaf in het begin alleen maar gebruik te maken van een blokje en een cilinder. Hebben we uiteindelijk toch een hoop dingen gemaakt en uiteindelijk uitgevonden in Cinema 4D. Uh, ik ben heel benieuwd wat jij ermee gaat maken in jouw animaties. Heel veel succes en graag tot de volgende!